Faya Laurens pakt het normale leven weer op en dus gaat ze meteen maar op date. Een blind date wel te verstaan. Maar of ze nou zo gecharmeerd is van zijn tongval? Ja, je hebt wel een aparte rollende tong, of noem je dat? Zo uit Laren. Jij loopt naar huis. Nee, vind je helemaal niet erg. Sorry hoor. Nee, maar toen ik in Goede Tijden begon, toen ik 21 was, toen sprak ik zo plat Amsterdams dat ik logopedieles moest. En ik zat serieus vandaag te denken of jij... Sorry hoor. Ik heb serieus gewoon net gedacht of jij niet op logopedie... Maar je hoort het niet van jezelf natuurlijk. Nee, natuurlijk. En je hoort het niet. Ik heb heel lang Engels gepraat, dus dan is het ook weg. Maar nu woon ik natuurlijk weer Laren. Laren, dat is het dus. Maar eigenlijk is het vrijste dat als ik met jou wil daten, moet ik eigenlijk een beetje van mijn R af. Ja. Dat is eigenlijk een beetje ja, dat wel. Een beetje. Klein beetje. Okay. Die Gooise R zat Faya nogal dwars, maar ze kan er blijkbaar mee leven, want ze gaan op een tweede date.